Goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik wou gisteren al filmen, maar toen werd ik opgehouden door Clive. Oh, nou, ik ben helemaal vergeten. Ik heb vannacht niet gedroomd, maar Clive en ik hadden een of andere complottheorie over dat je in je droom ging zeggen tegen mensen van jij bent niet echt, jij zit in mijn droom. En dat je dan gevangen ging worden in je droom. Nou ja, dat dus. Ja, ik wou jullie deze koekjes laten zien. Ik had eerst twee van deze. Dus toen wou ik laten zien van, ik krijg ze niet in elkaar. Maar blijkbaar heb je ook een bovenkant. Kan je ze zo in elkaar zetten. Ik kwam er vanochtend achter, terwijl ik eigenlijk de camera erbij pakken, maar ik was toen net wakker. Ik heb morgen een Nederlands toets, maar ik kon online en heb mijn boek zo. Oh, dat had ik vorig jaar met mijn thuismondeling. Eerst thuismondeling, was voor mij top. Heel gesprek uitgeschreven, achter mijn laptop geplakt. Dat de docent het niet kon zien. En toen had ik gewoon een, ik weet niet meer wat had. Ik had goed cijfer. Voor de rest heb ik onder een les. Mijn moeder ging ook beginnen over een bijbaantje. Ik dacht, Nou ja, toen zei ik prima, ik ga wel als ik 14 ben vakkenvullen bij de Appie. Nu hoef ik geen bijbaantje. Coronavirus. Nu hoef ik geen bijbaantje meer. Mama wil niet dat ik een bijbaantje krijg, dus ik weet dat ik niet anders erover begon. Maar ik vond het wel grappig. Zo Tess, daar zijn we weer. Ja. Jij bent naar de kliniek geweest. Yes. En Blondie is behandeld. En ik ben er nu weer om de nakontrole te doen en te kijken wat het ons opgeleverd heeft en opnieuw te mobiliseren. Want dat is heel belangrijk. Hè? De injectie aan zich geeft niet de mobilisatie. En ondertussen heb jij gerevalideerd in je training. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb 2 weken dat gedaan en dan 4 dagen aan de bijzetjes lunseren. En dan ook aan de hand gewerkt samen met Anneloes, Daan en ook een paar keer zelf. En heb je daar op dag 1 en nu een verschil in? Zit er tussen links en rechts nog een verschil? Is er iets veranderd in de 2 weken? Tijdens het lonceren ging ze vroeger altijd haar kont naar binnen gooien aan de rechterkant. Ja. Nu kan ze wat rechter blijven. Oké. Maar ze vindt op dit moment het draven wel echt heel lastig. Omdat ze nu, nou ja, omdat ze natuurlijk de ontsteking waarschijnlijk kwijt is. Ja. Maar ze vindt het wel echt wel lastig. Ze is eigenlijk een beetje de stabiliteit kwijt. Ja. Ze is even aan het zoeken naar nieuwe balans. Ja. Ja, nou, dat zien we heel vaak. En als je het werk aan de hand doet, het schouder binnenwaarts op die volte, heb je dan een verschil tussen het uitstappen links of rechts? Rechts vindt ze lastiger dan links. Oké. Okay. Dat is zoals het nu is en dat is de afgelopen 2 weken gebleven. Ja. Oké, nou dat is interessant. Ga ik eens eventjes kijken. Pak ik even een paar naaltjes. Gaan we eerst weer even in de naaltjes zetten en gaan we de naden losmaken. En dan ben ik heel benieuwd wat je daarna, wat ik ga vinden en wat je de komende weken gaat doen. En dan gaan we even een plannetje maken voor zometeen. Ja? Ja, daar zit nog wat, hè. Zo. Goed zo, Blondie. Tess, heel grappig. Ze heeft met name nu spierpijn in de billen. En wat we heel vaak zien is als we dus in die hals die ontsteking weghalen, dan gaat de aansturing naar die achterbenen wordt anders. Dus zij is heel duidelijk in combinatie met dat werk aan de hand, waar je natuurlijk heel erg daar aanspraak op maakt, echt iets aan het veranderen. Maar ze heeft dus wel echt pijn in de billen. Dus het kan best wel zijn dat dat een beetje zorgt dat je denkt, ja, is het nou heel veel veranderd? Heeft nu, dus het is echt een beetje pijnlijk. Dus ik ga haar vandaag weer een beetje helpen om dat een beetje in balans te brengen. Maar heel opvallend, maar dat zien we dus vaker. Hoe is het met Ivy dan? Best wel goed. Ik had eergisteren op haar gereden en heb ik vooral eigenlijk wat we met werk aan de hand doen. Oh. Hebben we gedaan tijdens het rijden. Dus schouder binnenwaarts, schouder voor. En dan ook met de kont naar binnen en dan zo opzij in stap en draf. Ja. Zijgangen de hele tijd met gewoon een losse teugel als de hoofd omhoog doet, als de hoofd omhoog, als de hoofd omlaag doet, als het hoofd omlaag en dan belonen. Ja. En dat hebben we eigenlijk drie kwartier de hele tijd gedaan. En dat heb ik ook geprobeerd om de afgelopen tijd te doen. Ik probeer gewoon niet aan te zitten dat ze gewoon in haar eigen balans te laten lopen. Nou perfect, dus niks af te dwingen. Dat heb ik de hele tijd gedaan, waardoor ze overgangen makkelijker ging rijden. En ook beter het eigen lichaam een soort van paste. Of dat ja. Ook echt, toen ging draven, ik dacht jij loopt kreupel. Maar ze tilde haar achterbeen op, dus dat was wel echt heel gaaf. Ja, dus eigenlijk, jij hebt met haar wel heel veel verschil nu in haar manier van bewegen. Ja. Alleen het is nog heel erg zoekend om hem echt nageeflijk en over de rug te halen. Ja, over de rug, dat lukt me nu dan een soort van. En ik heb de afgelopen tijd vooral gelongeerd tussen 2 teugeltjes.
dat ze... Nou ja, erop zit vind ik gewoon lastig. Ja. Dus dan dacht ik, zonder dat ik erop zit, heeft ze dan toch een soort bijzet achter. Ja, nee, hartstikke goed. Oké, nou ga ik eens even kijken wat haar lijf doet. En dan wel fijn dat je in ieder geval verandering hebt gemerkt. Oh, hier is hij ook wel echt serieus een stukje zachter, hè? Oké. Goed zo. Het is ook voller, hè? Veel voller. Nou ja, ze is heel erg afgevallen qua vet, maar heeft meer... Spieren gekregen, ja. Dat willen we graag. Als sportpaard. Maak er maar heel even los als je wil. Dat even alleen een touwtje. Zo, ja. Hallo. Ja, ik kom hier weer even plagen. Is dat goed? Mooie vlechten in. Nou ja, ik irriteer me er zo erg aan. De ene helft van de maat zit aan de ene kant, de andere helft zit aan de andere kant. Dan dacht ik, maak gewoon vlechtjes. Ja, het ziet er keurig uit. Ze is echt vol geworden in mijn spiering. Wat leuk. Ja, weet ik wel. Heel goed gedaan, hoor. Wat je ziet is dat hij... Kijk, hij heeft nog wel een beetje zo die knik erin. Maar die hele halsconformatie wordt anders. Ja, dat weet ik. Oh, dat is die... meteen... Ja, hij is meteen. Hij krijgt er nog een. Oh, maar. Oh, wat gemeen is die, hè? Ja. Goed zo. Ik hou maar lekker af. Ik ga je straks weer losmaken. Maar ik vind wel echt dat ze een gedaanteverwisseling heeft doorgemaakt. Gewoon, ze is echt een stuk voller. Er zit echt meer spier op. Dus wordt echt beter. Blij om. Ja, echt goed. Nou, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En we zijn lekker aan het lopen. Samen met Jessie. Een hele mooie lucht. Het is ook gevroren. Het is min 2 graden. Superleuk. Ja, hè? En dat zijn we kwijt. En dus. Ja, dat zijn we kwijt. Maar check dan die lucht. Nou ja, in het echt is het meer roze dan oranje. Maar ik heb ooit... Kijk, daar is Alice. Ooit op de kinderboerderij. Kijk dan hoe mooi dat uitziet. Maar ik heb ooit op de kinderboerderij heb ik zo'n soort kaars gemaakt. Ja, dat was wel cool. Ah. Wow, Jessie. Er was net ook een hondengevecht of zo. En toen stond iemand anders met iemand anders hond. En toen was het helemaal drama. Wow. Welkom. Met vlieger Tessa. Er zit daar ook een kind in het gras. Nou, oké. Okay. Oh, die is ook aan het filmen. Wat een gezelligheid. Oké, ik weet niet wat er gebeurd is, maar kudo's aan Amber. Ze tilt haar achterbenen op. Nee, maar even serieus. Wat is dit? Ah, oh, 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 oh. Kijk haar achterbenen, wat is dit? Ze weet ook niet zo goed wat ze met zichzelf al moet, maar wat is dit? Ik had mama gebeld, maar mama neemt niet op. Dus, ik ga ervan uit... Ja, ik weet het niet. Kijk, ik heb... Ja, ik denk... Wat ik denk, hè. Is dat ze zo losgemaakt is dat ze nu niet weet wat ze met haar eigen benen aan moet. Wat is dit? Of ze heeft net in de stapmolen verkeerde beweging gemaakt en loopt nu niet goed. Ja, ho. Oh, nee, dat is sowieso niet goed. Welkom met onderkind leven met Tessa. Oh, paard is heel wild. Ja, ik denk dat ze gewoon de achterbeen optilt. Want dat doet ze niet. En nu ineens wel. Ivy, wat is dit voor actionen? Het is koud. Dus ik denk dat ze gewoon een beetje in de war is met zichzelf.